Het is wel zo dat dat systeem wat wij hebben, een democratische rechtsstaat, dat is een systeem gebaseerd op bepaalde uitgangspunten. En die uitgangspunten, ja, die moet je wel blijven honoreren. Maar wanneer de politieke elite zegt nu, ja, we nemen daar een beetje een loopje mee we handhaven dat niet in op de manier waarop dat eigenlijk in de grondwet bedoeld is, ja, dan heb je een probleem. En ik denk wel dat we daar op het ogenblik mee te maken hebben. Als we dus nu zien, we zijn dus nu, hebben net dat World Economic Forum gehad in Davos. Ja. Daar komen een aantal van die captains of industry, filmsterren, politici, topambtenaren, die komen daar samen. En dat gaat allemaal daar niet volgens de beginselen van een democratische rechtsstaat, naar mijn idee. Ja. Als dus daar de koningin Maxima, als hij daar hele controversiële politieke plannen in feite gaat over een digitale idee gaat uiteenzetten, dan was dat traditioneel iets. Dat moet gebeuren door een minister. Een minister die verantwoording draagt voor die plannen naar het Nederlandse parlement. Nou, dat is helemaal weg, dat besef. En dat besef is weg bij de koningin, maar het is ook weg bij de premier en ook weg bij de regering. Men rommelt er maar een beetje wat aan. En dat is wel een, vind ik, een hele bedreigende ontwikkeling voor ons systeem. Wil je meer van dit soort video's zien? Steun ons en word lid. Start nu je gratis maand.